Je doet het geweldig, Alice. Ga door. Je zult het geweldig doen. Hier komt de baby. Dit is mama. Er is een kleine prinses in de familie. Met heel lang haar. Oh, hoe zal papa reageren? Ja, die ouders zitten in grote problemen. En papa kan niet wachten om ze te zien. Waar zijn ze? Waarom duurt het zo lang? Hier zijn we, lieverd. Kijk eens hoe lang Ashley's haar is. Dat is geen verrassing. De dochter lijkt precies op haar vader. Dit is voor jou, Alice. Nu is het tijd om naar huis te gaan. Alice en Adam hebben de meest geweldige baby. De wereld heeft nog nooit zulk haar gezien. Het is Ashley's verjaardag. Maar ze meten geen lengte in deze familie. Ze meten haar. Kom op, lieverd. We geloven in je. Een nieuw record is net om de hoek. Yes! Mijn haar is nog langer. Het wordt elk jaar langer. Gefeliciteerd, Ashley. En nu het belangrijkste. Cadeautjes! Doe een wens, lieverd. En Ashley weet al wat ze wilt. Haar ultralange haar heeft een ultraborstel nodig. Mam, pap, jullie zijn de beste. Kunnen ouders echt gedachten lezen? Dank je, dat is wat ik wilde. Tijd om een grote borstel uit te proberen. Haar ouders zullen helpen. Oeps, zelfs de grote borstel kon het niet aan. Dat gebeurt. Dat betekent dat het zal gaan in de kapotte komendoos. Mam, pap, jullie hebben zo je best gedaan. We proberen het volgend jaar opnieuw. We geven een kamerfeestje. Ashley en Lee zijn geweldig op feestjes. Maar je kan niet rotzooien met lang haar. Je kan er beter van wegblijven. Niets zal het overleven. Het spijt me, Lee. Het was niet mijn bedoeling. Ashley, wat is hier aan de hand? Je hebt er weer een zootje van gemaakt. Hoi. Het zit zo, papa. Maar papa haat rotzooi. Jij, Ashley, ruim dit op. Waar is hij zo boos over? Het is maar een kleine puinhoop. Maar beste vrienden, laat elkaar niet in de steek. Hey. Ik ben hier, Lee. Schiet op en stap in. Dat is een geweldig idee. Lang haar faalt nooit. Het schoonmaken is bijna klaar. Dus we kunnen het feest laten doorgaan. Oh nee, papa weer. Wat gaan we doen? Rustig aan, Lee. Verstop je onder het bed. Papa, het is klaar. Kijk zelf maar, het is helemaal schoon. En vergeet je boek niet te lezen. Als jij het zegt. Papa heeft niks gemerkt. Lee, je mag naar buiten komen. Het is ons gelukt. Niemand anders zal ons in de weg staan. Er staat weer een rij. Voor de badkamer. Adam, hoe lang nog? Ik weet het niet, lieverd. Ashley is daar. Oh nee, wat is er iets gebeurd met het meisje? Geen deur zal mam tegenhouden. Ashley, waar ben je? Leeg. Maar er is iets in de badkamer. Trekken! Een beetje meer. Ashley, daar ga je. Kom hier, lieverd. Mam, ik kan er niet met haar omgaan. Geen paniek. Mam weet wat ze moet doen. Adam aan het werk. Het haar moet glanzen. En nu laten we het drogen. Hoe lang nog? Heb geduld, lieverd. Over een paar uur is je haar weer zo goed als nieuw. Dat gaat niet gebeuren. Stop, ik ben te laat. Ik zie je vanavond. De ouders hebben het gehaald. Ultralang haar is beter dan welke sportuitrusting dan ook. Ashley's haar is al vanaf ver te zien. Ze is prachtig. Het is liefde op het eerste gezicht. Hey, wakker worden. Heb je nog nooit lang haar gezien? Jessica heeft ook mooi haar. Lee, ik ben hier. Wat dacht je van een afspraakje? Maar Lee's hart is al bezet. Dat zal niet gaan. Het wraakplan is klaar. De timing is perfect. Ashley gaat douchen. Wat is er met de douchegordijn gebeurd? Dat is oké. Ze heeft haar lange haar. Laten we het doen. Dit is beter dan een gordijn. Dat is goed. De vogel zit al in de val. Het enige wat overblijft is het stelen van alle kleren. Dit wordt een schande. Oeps, waar zijn de kleren? Ik kon niets ergers bedenken. Ik heb geen andere keuze dan mijn ouders te bellen. Mam, het is een ramp. Kom onmiddellijk naar hier. We zijn hier, Ashley.
We bedenken wel iets. Adam, jas. Kijk, dat is veel beter. Het is tijd om hier weg te gaan. Adam, bedek haar. We zijn zo thuis. Dat kan niet. Ashley is hier uitgekomen. Het is zo irritant. En dan is er nog wat haar. Auw, dat doet pijn. Je wilt Ashley niet voor de voeten lopen. Het lijkt erop dat je Lane nooit meer terugkrijgt. Wat is dat voor geluid? Is het tijd om op te staan? Ik denk dat het tijd is om naar het raam te gaan. Wow, ik denk dat het van het Guinness World Record is. Ashley heeft het langste haar ter wereld. Ik kom eraan. Ben je er klaar voor? Dit is het belangrijkste moment van Ashley's leven. Net zoals haar vader is Ashley nu een celebrity. Wauw, we waren dit soort resultaten niet verwachten. Je moet ons waarschuwen. Mam, dit is de dame van het Guinness Book of World Records. Nu gaan we Ashley's haar meten. Ben je er klaar voor? Dit is het belangrijkste moment van Ashley's leven. Okay. Daar gaan we. What? Blijf uit de weg, Adam. En de resultaten zijn indrukwekkend. Ze heeft het wereldrecord. Mooi haar heeft een mooi cadeau nodig. Gefeliciteerd. Dat is een hoop geld. Wow. Ashley weet waar ze het moet uitgeven. Maar haar ouders zouden het niet erg vinden om een reis rond de wereld te maken. De zon, de zee en het strand. Er is iets mis. Uh-oh. Dat is zo. Ashley heeft het allemaal uitgegeven aan haar verzorging. Mam, dit is het wisselgeld. Je mag het houden. Je kan niet op vakantie gaan. Oh, no. Ultra lang haar is duur. Bedtijd. Maar dromen zijn interessanter als je snoep eet, toch? Pak de snoepvoorraad. Oh, mama komt. We moeten de snoepjes verstoppen. Welterusten, lieverd. En niet vergeten, geen snoep voor het slapen gaan. Dat beloof ik. Ashley, je weet toch nog hoe het de vorige keer is afgelopen, hè? Oh ja, dat vergeet ik niet. En vandaag werd Ashley op heterdaad betrapt. Mam, één klein snoepje maar. Maar dit is geen grapje. Ashley is in voor een serieuze test. Oké. En papa kent zijn zaken. Zijn detector is nooit verkeerd. Hebbes. Ashley, geef me al het snoep. Daar zijn ze. Je kan alles verbergen in dat haar. Dat is het. Blij. Maar ervaren ouders laten zich niet voor de gek houden. Ashley, geef me de koekjes. Neem het. En geen zoetigheid meer. Nu kunnen we gaan slapen. Okay. Welterusten, lieverd. Laten we gaan, Adam. Maar een zoete kou geeft nooit op. Adam, kijk hier eens. Er klopt hier iets niet. We zullen wat onderzoek moeten doen. We hebben je gevonden, Ashley. Oeps, het is zo moeilijk te verbergen met ultra lang haar. Ik ben er ziek van. Dit haar is niets anders dan problemen. Het is helemaal in de war. Het is tijd voor een knipbeurt. Schaar aan de slag. Dat is het. Een paar minuten en een mooi kapsel is klaar. Mam, kijk, vind je het mooi? Geen denken aan. Ashley, waar is je haar? Niet boos worden. Ashley's haar groeit zo snel. Hé, Nisha, het is weer lang. Oh nee, kun je niet van je lange haar afkomen? Maar mama is blij. Ashley, wees niet verdrietig. Kijk eens hoe mooi je bent. Wil je een snoepje? Dat is een geweldig idee. Een lief kapsel is wat Ashley miste. En een modieuze kapsel is klaar. Het is een beetje zwaar, maar schoonheid doet pijn. Je bent weer te laat, Ashley. Wauw, je bent een echte schoonheid. Dank u, Miss Sophie. Ik kan eindelijk gaan zitten. Hé, jongens. En Ashley maakt een echte plons. Het ziet eruit alsof ze uit een modeblad komt. Wij willen dit kapsel ook. En Ashley heeft al een zakenplan. Vanavond is het grote evenement. Hoe ben je op het idee gekomen om een salon te openen? Zie je, ik heb superlang haar. En ik ben Ashley's moeder. Ik hielp haar haar te verzorgen. Ga je gang, schat. Mijn salon zal de leukste kapsels hebben. Ik wacht op je. En nu het moment waar jullie op jullie allemaal hebben gewacht. Laat het lint doorknippen. Ga, Ashley. Yes, de salon is open. Deze zaak is voorbestemd voor succes. En hier komen de eerste gasten. Ashley's salon zal meer hebben dan alleen haar. Het zit ook vol met snoep. Laten we plezier maken.
Wauw. Wat een getalenteerde meid.